Maar tegelijkertijd vindt men ook regering. Er is corruptie. We gaan het moeten aanpakken. En woensdag hebben we goedgekeurd. Woensdag hebben we goedgekeurd in de regeringsraad. Het staatsbesluit. Dat alle de bigimana konden. Al die gekozen mensen in het land. Regering, DNA, rechterlijke macht, staatsraad. Alle de mannen in de bigi parastataal bedrijf. Ze gaan verplicht zijn bij wet om hun vermogen op te geven. Zodat we kunnen zien van af vermogen ay wakka. En die wet gaat werken. En het gaat voor een heleboel mensen hier ook werken. Heleboel mensen. Dus van mij is je wel loofverzoek, president. Ik bedank, ik ga niet meer daar werken op het kabinet of het ministerie. Ik wil geen DR meer zijn. Of RR. Het moet. En dat is een onderdeel van ons anticorruptieprogramma dat we gaan implementeren. Mijn mensen,